Onder schitterende weersomstandigheden is de slipjacht van Winterswijk weer een prachtig schouwspel geworden. Circa 30 ruiters en amazones van jachtvereniging Soestdijk, aangevuld met Winterswijkse ruiters, verzamelden zich zaterdagmorgen 19 november bij de manege Winterswijk aan de Steengroevenweg voor een jacht over 3 runs. Hardlopers van een plaatselijke sportvereniging trekken een reukspoor met een lab doordrenkt van vosurine door het jachtterrein. Waarna de meute Kerry Beagles, van oorsprong een Iersras, het spoor hopelijk oppikken. De fieldmaster is verantwoordelijk voor orde en veiligheid tijdens de jacht. Dames en heren, jacht Winterswijk. Prachtig, heel veel publiek. Dus ik heet het publiek ook hartelijk welkom op deze prachtige dag. Dames en heren, 3 runs. Lengte plus minus 23 kilometer. Na de eerste run krijgen we een hele korte stop. En dan zal een jarige ruiter zal ons een haring aanbieden. Edwin van de Straten, wat zeg je? En de veldploeg. Sorry. Na de tweede run volgt de echte serie stop. En de ertessoep zal daar en de drankjes gratis zijn. Ook voor het publiek. Maar dames en heren, nog eventjes wel van belang. De ruiters gaan wel voor. Daarna het publiek. Dus dat we nog wel tijd hebben om wat te eten en te drinken. Goed, de derde run, de provinciale weg, moeten we dan oversteken. Sluit u dan allemaal op, want het is een drukke weg. Die mogen wij zo min mogelijk bezetten. De belangrijkste les in deze jacht zal zijn, respecteer de fietspaden. Daar mogen we absoluut niet op rijden. En voor alle introducees, wat nog belangrijker is, respecteer onze honden. Onze honden zijn het belangrijkste voor onze vereniging. Dat is het hart van onze vereniging. Let u daar dus goed op. Ik ben uw fieldmaster, dus achter de fieldmaster sowieso blijven. En introducees achter in het veld. De volgauto zal zijn een rode Volvo met zwaailichten en oranje vlaggen. Nog één belangrijk ding voor onze ruiters. Er zal vandaag heel veel publiek zijn. Gedraag u ook ten opzichte van het publiek. Groet ze, want wij zijn allemaal te gast in deze prachtige Winterswijk gemeente. En toon dat dan ook dat wij te gast zijn. En dat wij het heel fijn vinden om hier te rijden. Dank u wel. Even nog een kleine. Diegene die ze al opgezadeld hebben hier in het bosje. Kun je even rondstappen. Om de boel alvast een beetje warm te krijgen. En dan zien we elkaar zo. Ik wacht er nog even een paar. En dan spelen we zo even een stukje voor de... Mag niet zonder kaart uit. Is er één muzikant? Nee, we zijn met vandaag denk ik met 5. En misschien dat er hier maar 4 blazen. Dus altijd even kijken wie wel en wie niet zijn paard onder heeft gebracht en zo. Maar we spelen in ieder geval straks bij de keel zeker met 5. En sinds kort hebben we eigenlijk alleen maar rijdende blazers bij de vereniging. Dus ook hartstikke leuk. Want jarenlang hebben we het gedaan met... Het was ook prima, super eigenlijk. De mensen die dan ondersteunen, zeg maar, hè, van buitenaf. Maar we hebben nu echt allemaal rijdende sonneurs. Dus dat is dus hartstikke leuk voor de vereniging natuurlijk. Maar rijden worden zo uitgehaald, die moeten de ruimte hebben. Dan gaan we ons verzamelen op de parkeerplaats. Hey, doe je best.
Ik heb geen delen van aanhaak. Ik heb dat...
Anders kan de fotograaf geen mooie foto's maken. Dankjewel, man. Ja, de show is daar zo. Zo. Hoe gaat je voor de sliptrek? Yeah, get you.
beetje. Go, come on. Thank you.